Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, hoe was de Efteling? Nou, Efteling was weer een leuke dag, hebben we weer gehad. Jullie hebben de vlog gezien, was een fantastische leuke dag. En ja, het was alleen een beetje ontzettend druk was het, dat was wel jammer. Hè? Maar toch hebben we wel weer een beetje alles kunnen doen wat we wouden doen. Dat hebben we gedaan. Dus het was wel weer een ontzettend leuke dag. Wat ik ook heel erg leuk vond is dat Ramon er weer bij was. Dat was echt alweer een hele tijd geleden dat Ramon in de vlog zat. Maar helemaal dat hij weer een keertje meeging naar de Efteling. Dat was al echt weer een hele tijd geleden was dat. Dus was ontzettend leuk. Nou, ik had nog een zak snoep gekocht. Nou, inmiddels nog geen 24 uur verder. Hij is alweer op de helft alweer. Ik zei al tegen die vrouw van nou, die zakt zo op. Ik denk een dagje, twee dagen en dan is die wel weer helemaal op. Dus ik ben er gisteravond al begonnen. Dus jullie hebben het ook een paar keer in de vlog kunnen zien. Ja, toen ik thuis kwam heb ik eigenlijk de rest van de avond alleen maar geslapen. Ik was echt ontzettend moe. Ontzettend brak was ik. Inmiddels is het zaterdag. En we gaan nu weer kermissen doen, jongens. We gaan er vandaag, gaan we er als het goed is, gaan we er drie doen. Schoonhoven, Vlaardingen en die andere, dat was Leidschendam. Dus we gaan wel kijken. Nee, Leidscheveen was het, Leidscheveen. Maar we gaan in ieder geval kijken wat het weer vandaag wordt. Het was in ieder geval, gisteren was het een mooie dag. Vandaag is het ook weer ontzettend mooi weer. We moeten nou nog even genieten volgende week. Dan is het allemaal weer dan is het allemaal weer kommer en kwel. Dan is het weer, komen de slechte dagen weer, regen en zo. Hebben ze weer opgegeven. En de temperatuur die gaat flink naar beneden. Dus we moeten er toch nog van genieten. We hebben in ieder geval vrijdag hebben we ontzettend genoten van een leuke dag Efteling. Ik bedank Kevin daarvoor, Joost natuurlijk. En natuurlijk ook Ramonski. En volgende keer Ramonski gewoon weer meegaan naar de Efteling. Gezellig, superleuk. Dus in ieder geval kunnen jullie morgen al gaan kijken naar de eerste kermis. Ik weet niet of wat voor volgorde dat is. Ik laat me eigenlijk weer verrassen. Ik ben benieuwd hoe Gert gaat doen tussen Schoonhoven en Leidscheveen. Er zit nog wel aardig wat tussen. Dus ik weet niet op wat voor volgorde. Ik weet niet op wat voor volgorde het gaat worden. Maar we gaan het wel zien. Gaan we het. En we gaan er gewoon weer een enorme leuke dag van maken. Kijk, het zonnetje is, jongens. Kijk, met zulke dagen dan heb ik er gewoon weer zin in. Hè? Kijk eens, een heerlijk zonnetje. Het zonnetje schijnt heerlijk. Ja, de schutting legt er nog steeds uit. Hebben we trouwens ook wat voor gevonden. Er is al iemand geweest voor offerten te laten maken. Dus dat komt ook allemaal goed. Dat gaat ook weer lukken. Dus binnenkort is de schutting ook weer gemaakt, gelukkig. En we gaan nu afwachten. In ieder geval, Efteling was weer top. En binnenkort gaan we wel weer een keertje er weer naartoe. Het is ongeveer, meestal tegenwoordig om de maand, twee maanden ongeveer, gaan we wel weer een keer naar de Efteling toe. In de zomermaanden zullen we wel wat minder naar de Efteling gaan. Want dan gaan we meestal gaan we door kermissen doen. En in de zomermaanden is het ontzettend druk in de Efteling. En dan pakken wij meestal altijd de kermissen natuurlijk. Want binnenkort gaat het kermisseizoen ook natuurlijk weer beginnen. Hij is al een beetje begonnen al, de kermissen. Ja, allemaal kleintjes allemaal. Nog niet echt die super grote megakermissen. Die zijn er nog allemaal niet. Daar is het nog te vroeg voor. Maar we pakken nu al wel al kermissen weer mee. En laten we weer hopen dat het weer een super kermisjaar, dat we een super kermisjaar gaan draaien. Want de kermissen, dat is toch al echt een van de leukste dingen om te doen samen met de Efteling. Dus we gaan het allemaal wel zien. In ieder geval, jongens, bedankt jullie voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video livestream is. En de Efteling was top. Op naar de kermissen. Groetjes en tot de volgende vlog. En dat zal dus de eerste kermis wezen. Bye bye. Hoi.